Arno Broekhuis, tot zometeen. Amsterdam, donderdag 23 mei. Dutch Dance Awards. Alle grote uit de dance scene zijn genomineerd en jij bepaalt wie er wint. Breng je stem uit op danceawards.nl. Stemwijzer.nl. Politiek in duidelijke taal. Ja, dat vind ik mooie muziek. Leuk om naar te luisteren. Ja, verder niet veel meer. Freddie Mercury, natuurlijk een heel triest leven. Maar heel vreemd ook gevonden. Ik heb altijd mensen die hun seksuele geaardheid achter de hand moeten houden, niet kunnen beleven. Dat zijn trieste levens. Is dat zo? Ja. Want moet je er dan mee koketteren? Nee, dat is wat anders. Maar als je seksuele identiteit is zo'n belangrijk onderdeel van wie je als mens bent. En als je dat niet gewoon op een natuurlijke manier, want daar gaat het om, koketteren is niet natuurlijk. Maar niet gewoon naar voren kunt brengen daar waar dat gewoon hoort. Maar jij hebt daar iets mee, want je bent voorzitter geweest van de AIDS-fonds ook. Nee, ik ben lid van het AIDS-fonds geweest. Nou, ik heb nooit zoveel in homoseksuele organisaties gedaan, maar ik heb wel al, ik was al heel vrij jong een publiek figuur en toen begreep ik van, je moet ook een beetje een rolmodel aanbieden, voorbeeldfunctie hebben. En ik heb wel heel veel mensen in de loop van mijn leven, zeg maar, een beetje het laatste setje gegeven om er toch vooruit te komen. Dan dachten ze van, ja, als die vent dat in de krant zegt, dan moet ik het ook kunnen. En ja, dat is heel goed geweest. Wanneer ben jij er vooruit gekomen, openbaar? Ah, heel vroeg. Ik was 25. Heb je nooit een relatie met een vrouw gehad dan? Ja, ook wel. Toen ik na mijn promotie, 32, 33 was, toen had ik ineens zoiets van, ja, ik wil kinderen. Nou, ik heb een vrouw nodig en ik wil een gezin. En dat heb ik geprobeerd, maar ik werd zo homoseksueel van dat ik kon het dan wel met, ik kon het bij wijze van spreken wel met het paard van de schillenboer. Nou ja, dat moet je dus niet doen. Heb je het met een paard van de schillenboer gedaan? Nee, ik zei, daar kon ik het bij wijze van spreken wel mee. Niet. Hè? Niet gedaan dan. En het is een Groningse uitdrukking van, dan kan je het wel met iedereen. Oh, maar ja. Daar had je geen zin aan. Nee, daar had ik geen zin aan. Een quizje. Daar ben je dol op, hè, quizjes. Nee, ik hou niet van spelletjes, dus ook niet van quizjes. Nee, maar deze is heel leuk. Het zijn vijf muzikale jongens. En mijn vraag is, wie hoor je? Dit is fragment 1. Vertel het maar. Elton? Nou, oh, Elton John. Dat is de tweede. Oh, dat was wel raar. Ah, dit moet je weten. Dit moet je weten, weet ik ook. Je hoort het in de disco. Dat is een vriend van je. Wie dan? Oh, is het Jonik? Ja. Oh, Gera. Ja. Fragment 3. Het wordt een afgang. Deze gaat naar dezelfde kapper. Nou, het is een kale man. Dus. Ja. Ja, ik zou het niet weten. Wie? Jimmy Somerville. Zegt niks. Kom je nou eens. Goed, fragment nummer 4. Oh, we zijn er gelukkig bijna door. Ja, ook weer van die disco muziek, dat zou ik niet weten. Culture Club is dit. Zegt me niks. Oh. Nou, dan de vijfde en de laatste, die is wel heel makkelijk. Maar we weten niet zeker of hij daar is of niet. Hij heeft een aap en een zoontje.
Wat hij met wie doet, weet niemand. En Michael Jackson. Oh, ja. Ja, dat is geen enge man. Ja. Vind je dat een enge man? Ja, ja, de nagemaakte. Dat geopereerd aan het gezicht en zo. Dat kan niet zitten. Nee, nee, dat is vies, hè? Ja, de huis die eraf valt en zo. Ja. Dat denk ik net goed. Misschien is dat God. Moet ik hem bellen. Hallo, met Ruud. Weer. Dag schat, je spreekt met je favoriete zanger, Gerard Joling. Hey. Ik zit in de auto te luisteren, ik hoor ineens Pimmetje op de radio. Ik denk, moet ik bellen. Dag lieve schat, hoe gaat het met je? Goed. Zit je lekker met Ruud en die gasten daar maar, de oude maar weet je wat zo erg is? Ik heb helemaal geen verstand van die muziek als jij... Ik hoorde met ik schaamde me dood, omdat dat nou een vriend van mij? Ja, absoluut. Nou kom er even bij zitten, kom me helpen. Ik kom er even bij. Red me uit deze schaamtevolle vertoning. Ik was net bij Willeke in Laren, dus ik kom even langs. Ik ben heel goed, tot zo. Oké, dag lieve, doei. Heel goed, ja. Weer leuke man. Ik wil ontzettend mee lachen. We doen altijd in het programma de Noor elkaar samen. Zijn naam is Pim Fortuyn. Zo is dat. En dan zeg jij, zijn naam is Ruud de Wild. Oh, zijn naam is Ruud de Wild. De leider van dit programma. Ja. Een leuke jongen. Ben je hetero? Ja, nogal. Ik ben getrouwd ook nog. Maar dat schiet niet op. Nee. Maar ik heb wel dezelfde en ik heb een blik op een ontzettende leuke jongen. Maar die is... Wie? Wie is dat? Die met dat zwarte haar. 20? Zwarte haar. Oh, dat is de tweede. Is hij volwassen? Thomas Rauw heet hij. Thomas Rauw. Ja, ik en hoe oud is die? Ik vraag wel even of Thomas hier natuurlijk. Thomas heeft een dienst bij de kom even hier. ik ga even naar het toilet, ik laat jullie even lenen. Voor een hele andere uitzending toch? Hoi Thomas, zo oud ben je? 23. Oh, dan is het niet verboden, jongen. ik denk, die is beneden de 18, dat moet ik niet hebben. Maar, ik bedoel, gaat het niet aan het hart? Was jouw partij? Nou, kijk, zij hebben mij eruit geknikkerd. Ik heb daar niet weg willen gaan. En wat me wel heel erg verbaast, dat ik nog steeds niet begrijp waarom. Want als ik die man hoor spreken over het vreemdelingenvraagstuk, want daarom moest ik er dan zogenaamd uit, dan denk ik af en toe, die passeert me rechts. Dus waar hadden we het over? Ik weet het gewoon niet. Je moet het maar aan... Willem van Kooten vraag, want dat is de grote architect achter mijn vertrek bij Leven van Nederland. En ik weet bij God, of nou dat moeten we niet zeggen, maar ik weet beslist niet waarom. Bij Allah niet, hè? Moeten we aan de integratie denken? Nou ja, ik wil christelijke mensen niet kwetsen. Dus maar mag Fred even bij jouw partij komen? Nee, natuurlijk niet. Hij heeft toch gekozen voor Leven van Nederland. Ik bedoel, van die partij is straks niks meer over. Nee, als minister gewoon. Nee, alsjeblieft niet. Lijkt me niet zo'n... Nou, laat ik er niks over zeggen. Ik laat me niet verleiden. Nee, maar ik bedoel, Fred Teven is de man die de partij eigenlijk naar de afgrond helpt. Ja, en die zou ik dan moeten vragen voor een kabinet Fortuyn. Dat lijkt me toch niet. Ja. Ik wel, succesvolle mensen. Oh, dus hij is niet succesvol, begrijp ik. Nee, ja, kijk, wat heel belangrijk is... Geef een duidelijk antwoord, je wordt hier net zo vaag als die andere. Nee. Jij had beloofd duidelijke taal te spreken. Nee, hij is zelfs niet... Is het nou een slechte politicus of niet? Nee, hij is zelfs niet succesvol geweest in de carrière hiervoor. Ik wil dus gewoon mensen in zo'n kabinet... die.